We doen gewoon heel even de eerste scène. Dus even die onhandigheid van het groeten. Ik ken zoveel mensen die klappen op klappen op klappen. En die toch weer overeind komen. Dat vind ik zo knap. Dat vind ik nou echt role models. En daar werk ik graag mee. Dan gaan we gewoon eens uitproberen. Ja. Ja? Ja. Ik herken dat wel. Ik heb dat ook gehad. Ik had dat met aanraking. Het verhaal gaat over nee. Het gaat over dat je in je leven een heel groot probleem blijkbaar als mens kan wegstoppen. En omdat je dieper in die stront zat, kon die alleen maar uitkomen. Soms werd het even heftiger. En dan pakte zij mijn handen vast en deed ik mijn ogen dicht. Ik ben als klein kind zijnde ben ik veel geschopt en geslagen thuis. Ja, ook seksueel mishandeld geweest door mijn vader. Daar heb ik heel lang niet over gepraat. Ik denk wel ongeveer een jaar of 30 heb ik daar niet over durven praten. Ook niet over kunnen praten. En nou ja, er was één iemand in mijn leven waar ik wel mee kon praten. En dat was mijn oom. Die is in 2000 overleden. Ja, die vertrouwde ik 100%. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gewoon in een heel diep gat gevallen. Ja, uiteindelijk ben ik gewoon 17 jaar zelf aan het vechten gegaan. Totdat ik bij Perspectief op de stoep stond als dakloze zijnde. En daar toen heel duidelijk gezegd heb van nou, nu ga ik het professioneel aanpakken. Ik had er helemaal niet meer zoveel spanning bij. Het was gewoon een herinnering geworden. Kom er even tussen, voordat René echt teruggaat naar de situatie. Ja. En een herbeleving krijgt. Theater zou je zeggen, dat is doen alsof. Dat is fake. Maar ik vind dat in tegendeel. Theater is een weerspiegeling van de werkelijkheid. Ik heb een jongere theatergroep gehad. En met die theatergroep maakten we een voorstelling over echte verhalen van de echte jongeren. En het was hilarisch als wij speelden voor scholen in de gymzaal. En Jandino kwam op als Antilliaanse vrouw, weet je wel, of wie dan ook. Dan ging die hele zaal los. Bijvoorbeeld hij zei dan, ik breek je mars. Ik heb nooit geweten wat dat betekent, maar het boeide me niet. Ik merkte dat heel die zaal plat ging op die zin. En daarmee wist ik, we zitten goed. We raken die kids in die zaal. En pijnlijke verhalen, hilarische verhalen, met muziek, met spel, met dans, met zang. En die speelden we op alle scholen in Rotterdam. En zo is Jandino bijvoorbeeld, en nog veel meer, Emmanuel en allemaal mensen die nu bekend zijn van televisie. Of Kaas Koes, de rapper bijvoorbeeld. Of Boyd, de danser, Gianni, de acteur. Ga zo maar door. En dan na afloop gaven de jongeren zelf workshops. Ik heb jongeren gescout opdat ze een role model konden zijn. Een stem voor anderen. There is sunshine when I lay with you. Feeling safe with you, all the things you do make me wonder why you like me too. There is no way I would leave this love, but what a sweet surrender, never felt this way about someone else. So everything. Ik werd natuurlijk toen ik klein was al heel erg gelabeld en ik was sowieso wat anders dan andere kinderen. Dus ik had heel veel therapie, heel veel psychologisch onderzoek. En uiteindelijk zei ze van oké, je hebt ADD en je hebt licht autistisch trekken. Ja. Op school ging het niet goed. Ja. En toen kwam ik hier en toen dacht van oh, zo kan het ook. Er is wel iets waar ik bij kan horen of iets waar ik mezelf kan zijn. Ja. Toen de dokter zei van je hebt een goedaardig hersentumor, dacht ik van nou, ik had er ook nog nooit van gehoord. En natuurlijk heb ik jankbuien. Natuurlijk heb ik echt gewoon dat je in één keer in een soort van depriput valt. Ja. En maar dan denk je toch van ja, moet ik nu stilstaan? Ik ben ook niet stil blijven staan toen mijn ouders gingen scheiden. Ik ben ook niet stil blijven staan toen ik diagnose ADD en licht autistische trek had. Ik ben ook niet stil blijven staan toen ik niet geslaagd was in mijn vierde jaar FMBO. Dus waarom zou ik dat dan nu doen? En nu mag je je eigen album, je eigen verhaal. Je wil je eigen theatervoorstelling. Ja. Ken je me van de... Ja, ja, goedemorgen, ik ben Marije, zeg maar, Vriendstopping. Oh ja, die nieuwe, zeg maar. Ik ben afgestudeerd met een voorstelling
over eetstoornissen. En ik heb zelf jarenlang een eetstoornis gehad. En eigenlijk was dat de eerste keer dat ik mijn eigen verhaal op toneel ging brengen. En dat gaf me zoveel power. Iets waar ik heel kwetsbaar was, werd ineens mijn kracht. Kwetsbaarheid is kracht. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Mensen denken, onze maatschappij is zo gericht op niet vertellen. Vertel het maar. Wat ging er allemaal mis? Helemaal niet erg. Kan jij niks aan doen? Is jou overkomen? En dan, hoe voel je je nu? Waar sta je nu? Wat kan je wel? Wat vind je leuk? Waarvoor gaat je staart kwispelen? Oh nee! Ik heb dingen meegemaakt thuis. Ben ook liefdevol opgevoed. Maar het ging op een gegeven moment mis thuis. En toen ben ik een beetje vergeten. Op de middelbare school was er een conrector die mij zag. En dat is belangrijk, dat iemand je ziet. Ik hoop zelf dat andere mensen ook iets van oppikken, zeg maar. Dat hun ook gaan praten. En dat ze daar wat aan hebben. En je staat er sowieso nooit alleen voor. Alleen je zal een heel groot gedeelte zelf altijd moeten doen. Het is gewoon goed om je verhaal te delen. En ik heb vaker opgetreden en vaker mijn verhaal verteld. En na afloop zijn er dan mensen die zeggen van... jeetje, wat knap dat je, dat je zo open kan zijn. En hun worden heel erg geraakt erdoor, maar ik word ook heel erg geraakt erdoor. En ik voel ook die energie van de mensen als ik optreed, weet je wel. Ja. Zij hebben dezelfde missie, Bronte. Ja, mensen verbinden. Yes. Dit mag niet. Nee, dat is echt stomme. Ik heb zelf kinderen. En ik heb wel eens gedacht, oh, mijn kinderen hebben niet de wapens die de jongeren waarmee ik werk wel hebben. Mijn kinderen hebben niet leren vallen. Zijn veel te beschermd. Komt het wel goed met ze? Maar ik denk dat hun parcours andersom is. Zij hebben eerst mogen geknuffeld worden. Het is goed dat je er bent. Wat ben je toch mooi? Wat ben je? Als ze dan straks vallen, hebben ze in ieder geval wel het zelfvertrouwen of de ruggengraat. En dan zullen ze die val ook aankunnen. I just want to say that I want you. Someone who can leave a light on. Nee, loslaten. Loslaten en altijd de deur openhouden. Altijd, altijd er zijn. Als ik niet aan het werk ben. Met anderen. Zijn ook mijn kinderen. Ik sta in heel veel telefoons als mama theater. Ja. Oh, and everything. Mm.